Goedemiddag, kijk naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 13 februari. Het is een mooie dag vandaag, een stralende dag met heel veel zon. En op deze satellietfoto kunnen we heel mooi de sneeuw zien. die er dit weekende is gevallen in Nederland. En we zien direct dat lang niet overal die sneeuw is gevallen. Met name in een strook in het midden van het land, daar is de sneeuw gevallen. In het noorden en in het zuiden viel het op zich wel mee met de hoeveelheid sneeuw. Nou, temperaturen liggen momenteel ruim boven het vriespunt. En dat betekent dat die sneeuw ook aan het smelten is, want de zon die kan volop instralen. Er is namelijk nauwelijks bewolking aanwezig. Momenteel, zo rond een uur of twee zijn dit de maximumtemperaturen. Het is zo'n 6 tot 7 graden in het zuiden van het land. En in het noorden van het land is het rond de 5-6 graden. Lagere temperaturen zien we in Noord-Holland en dat heeft natuurlijk ook deels te maken met het sneeuwdek dat daar aanwezig is. Ook op de Noordoostpolder zien we nog wat lagere temperaturen. Nou, de maximumtemperaturen die komen uit op zo'n 8, 8 graden in het zuiden. In het noorden kan het nog misschien op een enkele plek 7 graden worden. En dan het weerbeeld. Nou, we hebben te maken met een lage drukgebied boven de oceaan. En een hoge drukgebied boven het centrale deel van Europa. En dat zorgt voor een oostelijke stroming in onze omgeving. Die geleidelijk aan meer naar het zuidoosten gaat draaien. Woensdag wordt de stroming zelfs zuidelijk. En er wordt een zeer zachte lucht aangevoerd. Het wordt woensdag ook nog een hele mooie dag. Maar vanaf donderdag wordt het wisselvalliger. En we zien hier al op de computeranimatie dat in de nacht van woensdag op donderdag. er mogelijk al wat licht. Lichte regen gaat vallen in het westen van het land, nou vandaag is daar dus geen sprake van. Ik laat u nog eventjes de satellietfoto's zien zoals die momenteel zijn. Het is stralend weer in de Benelux en in het grootste deel van Duitsland. Bewolking is allemaal ver weg. Daar hebben we dus geen last van. De zon die kan volop schijnen. En ook vanavond en vannacht zal het helder zijn. De temperatuur die daalt vanavond naar zo'n 1 tot 3 graden. En er staat een matige wind uit het oosten. Vannacht kan het dan wel weer licht gaan vriezen. Zo'n 1 tot 2 graden. En met name in het noorden is het dan morgenochtend vroeg weer erg koud voor het gevoel. Want die oostenwind en die lage temperaturen die zorgen ervoor dat de gevoelstemperatuur ergens tussen de min 5 en de min 10 uitkomt. Maar in de ochtend loopt de zon. Of niet de zon, maar de temperatuur die loopt dan snel op. En dan wordt het een stralende Valentijnsdag met temperaturen in de middag tussen de 6 en de 9 graden. En heel misschien halen we zelfs al dubbele cijfers in het zuiden van het land. Dat gaat zeker lukken op woensdag, want dan is de wind dus naar het zuiden gedraaid en wordt er zachtere lucht aangevoerd. De maximumtemperatuur in Limburg, die kan wel eens uitkomen zo rond de 15 graden. Het is dan echt lenteachtig. Maar ook elders worden de dubbele cijfers gehaald. De maximumtemperatuur ligt over het algemeen tussen de 10 en de 13 graden. Donderdag en vrijdag wordt het dan weer wisselvalliger en nemen ook de neerslagkansen toe. En geleidelijk aan krijgt bewolking ook weer de overhand. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.